Het asbest dat nog in de grond aanwezig is op de bouwplaatsen aan de Vlaanderenstraat, Kaprijkenstraat in Breda, overschrijdt op één plek de norm. Dat blijkt uit onderzoek. Deze plek wordt gesaneerd. Behalve de plek waar de norm wordt overschreden, worden uit voorzorg ook de gronddepots en de toplaag van verdachte plekken opgeruimd. Er komen geen nieuwe veiligheidsmaatregelen, omdat er volgens de gemeente nog steeds geen gevaar is voor de volksgezondheid. De betrokken instanties zeggen de asbest zo snel mogelijk op te ruimen.